Beste kijkers, goedendag. Afgelopen zaterdag hadden we te maken met pilotengaten in de bewolking, ook in onze regio. Ik heb daar nogal wat foto's over binnengekregen met de vraag hoe ontstaan die dingen? Nou, ik heb daar wel een uitleg voor voor u. Want die worden veroorzaakt doordat een vliegtuig door die dunne laag bewolking heen vliegt. En als gevolg daarvan zijn in het gat ijsgestallen ontstaan in de vorm van valstrepen. Nou, die ijsgestallen ontstaan door trillingen en wervelingen in de lucht van het vliegtuig. En dan krijg je dus van die mysterieuze gaten. U ziet hier ook die valstrepen weer terug. Nou, zondag een dag met typische Hollandse luchten, stapelwolken en zon, nou, die kennen we zo ondertussen wel. Maar het levert wel prachtige plaatjes op, zoals hier zo boven de kop van Zuid. Ik ga u meenemen naar de komende nacht. En dan krijgen we te maken met brede opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, slechts lokaal is een bui mogelijk. Temperaturen 2 tot 4 graden. De wind die gaat iets terug. Die is dan matig aan zeevrij krachtig, windkracht 5. En die draait dan naar het zuidwesten. Ja, dan morgen overdag de grootste buienkans in de ochtend. Mogelijk ook met hagel. In de middag breekt de zon wat vaker door. Dan moet het ook op de meeste plaatsen droog gaan worden. Bij een temperatuur van zo'n 6 A7 graden. En langs de kust waait nog altijd een krachtige zuidwestenwind. Een windkracht 6. Nou, de komende dagen zien we op woensdag nog steeds kans... Op een enkele bui, maar toch ook wel geregeld zon. Een graad of 8. Een stevige westenwind nog altijd. Donderdag lijkt toch een hele aardige dag te worden. Met zonnige perioden overal droog. Een temperatuur van de graad of 8. Vrijdag krijgen we bezoek van een zwak warmtefront. Een beetje lichte regen is er dan mogelijk. Bij een temperatuur van de graad of 9. En dan vanaf een zaterdag ja, krijgen we te maken met rustig hoge druk weer. Zaterdag kan het met de zon nog wel een beetje tegenvallen. Af en toe breekt hij door, maar het wordt wel zachter met 10 à 11 graden en een matige zuidwestenwind. Nou, Ten slotte nog deze fraaie plaat van Ed van der Pad uit Ridderkerk met ook weer typisch Hollandse bewolking. De stapelwolken die zondag zichtbaar waren. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's? U kunt ze altijd insturen natuurlijk naar weerfoto.rijmond.nl Nog een fijne dag!